De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens vice-minister-president, de heer Asscher. Dat verklaar ik u wel. De minister van Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Bussemaker. De minister van Financiën, de heer Dijsselbloem. De minister van Defensie, mevrouw Hennis Plasgaard. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Ploemen. De minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer Blok. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de beëdiging van de ministers.